Een oefenduel voor FC Utrecht op bezoek bij PEC Zwolle. Dat het startschot lost. Letterlijk en figuurlijk, poging komt op naam van deze Jesper Drost. Utrecht dat in de eerste helft aantreedt met onder andere deze Kerk. En ook Ramselaar, die speelt Kerk weer in. Die lijkt toch onderuit te worden gehaald. Bal gaat in ieder geval niet op de stip. Maar Utrecht gaat wel op zoek naar de voorsprong. Kleiber naar Kerk. Kenneth Paul denkt die bal dan achter te kunnen laten lopen, maar Kerk verovert hem. En via Gustafsson komt die bal bij Ramselaar en die werkt hem binnen. Ja, wat is mooier. Dit hele fijne wippertje van Gustafsson of deze fraaie afronding van Ramselaar, oordeelt u vooral zelf. Feit is dat Utrecht na een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong staat. Dit is Leemans, een afstandsschot. Maar klem vast, Maarten Paas. Poging van deze middenvelder Leemans. De nummer 10, letterlijk en figuurlijk, van PEC Zwolle. Dit is Gustafsson. Die ziet inderdaad bijzonder veel ruimte achter de laatste linie en stuurt Girano Kerk daarom weg. Kerk heeft de mensen voor het uitzoeken. Het wordt Ramselaar. Die raakt de bal verkeerd. En dit had toch veel meer verdiend. De 0-2 voor Utrecht. Dan de tweede helft met een compleet nieuw team van Utrechtzijde. Kortom, 11 wissels. Wie dat zo al zijn, daar komt u gaande deze tweede helft wel achter. Corner was van Villanas. Mimoun Mahi zet druk. Die maakt inderdaad zijn officieuze debuut. Evenals deze El Giro Elia. Hij gaat naar de grond, naar de deal van Thomas Lam. Maar de bal gaat niet op de stip. Corner Velanas, bal langs Van der Marel en Mahi, maar niet voorbij Bergström. Goede kans voor de centrale verdediger van de FC. Weer Velanas en nu het hoofd van Bergström. En dan is het wel raak. Bergström, die vorig seizoen werd verhuurd aan Basel. En de bal hier prima in de verre hoek kopt. Utrecht 20 minuten voor tijd op een 2-0 voorsprong. Balverlies van Huiberts. Davy van den Berg neemt over. Sander van der Streek, die maakte zijn rentree, keer terug van blessureleed. Lonwijk naar Elia. Elia naar Van der Streek, goed doorgelopen en die kan de bal net niet lekker controleren. Maar mooi om te zien hoe deze man, El Giro Elia, zich al fit in het team. Weer Huiberts met balverlies. Via Lonwijk en Van der Streek en daarna Villanas komt die bal terecht bij Mahi. Mahi langs Huiberts, Villanas met het overstapje, Lonwijk met 2-0, nee, een blok van Thomas Lam. Utrecht duidelijk op zoek naar de derde. Davy van den Berg dan met het balverlies. Ja, het is toch tekenend voor de tweede helft hoe de beide ploegen op die manier tot kansen komen. Ditmaal Zwolle met Kenneth Paal, voorzet naar Mike van Duinen en een goed blok van Leon Guara. Voorkomt een doelpunt van deze spits. PEC Zwolle in de opbouw. Nu Thomas van der Belt met balverlies. Via Lonwijk en Davy van den Berg komt de bal terecht bij Van der Streek. Die stuurt El Giro Elia weg. Palletje op intuïtie naar Villanas. Genoeg problemen in de verdediging van Zwolle. En heel veel meer dan dit gebeurde er niet. Rentree voor Joris van Overheem en Sander van der Streek. Zij keren terug van blessureleed. En het officieuze debuut voor El Giro Elia en Mimoun Mahi. Utrecht wint met 0-2. Gewoon, ja, voetbal gewoon. Het is gewoon kwaliteit. Denk naar elkaar toe, snap je? Elkaar ook beter leren kennen in de wedstrijd. Natuurlijk, je traint met elkaar. Dan krijg je een bepaald gevoel met elkaar. Maar ik denk tijdens de wedstrijd dan draait het helemaal om details. En net die ene vooractie wel of niet. En ik denk dat dat vooral was, ja. Je kunt in 45 minuten al heel veel mooie dingen zien. Dat ze iets extra's brengen allebei. En dat ze sowieso goed konden voetballen, maar dat wisten we. Maar dat ze ook iets extra's brengen in het team met een beetje brani, een beetje de juiste bluff op het moment dat het gevraagd wordt. Maar ook in de arbeid. Het is niet alleen maar we doen wat leuks als we de bal hebben, maar ook het zonder bal verhaal wat voor trainers en een team altijd heel erg belangrijk zijn. Dat zie je bij deze twee gewoon een standaard in. Heb je ooit met zo'n ontzettend fitte en zo'n grote groep gespeeld met zoveel kwaliteit? Nee, eerlijk gezegd niet. Bij Groningen mijn eerste jaar hadden we ook echt een hele hoge kwaliteit. En toen hadden we ook toen de beker gewonnen. Alleen als ik heel eerlijk ben, zoveel kwaliteit, nee. Dat heb ik in principe nog nooit meegemaakt. Nee, eerlijk gezegd, als je ziet ook hoe makkelijk het balletje rond op de training, ja, daar kan je alleen maar van genieten, eerlijk gezegd, als voetballer zijn. Maakt het voor een trainer juist makkelijker of moeilijker om uiteindelijk tot een basis zelf te komen? Makkelijker. Hoe meer goede spelers je hebt, hoe makkelijker het wordt. En
Zodat ze elkaar scherp houden. Het beste elftal. De beste spelers hoeft niet altijd het beste elftal te zijn. Nou, dat zijn dingen waar we ons als staf weer een druk om kunnen en moeten maken. Afgelopen jaar heb ik op zoveel posities gespeeld dat op een gegeven moment niet meer uit. Maar als ik maar op de wedstrijdformulier sta en helemaal met een ploeg als Utrecht. Als je ziet hoe goed we voetballen en hoe mooi we voetballen. Denk dat ik overal voorin uit de voeten kan. Ja. Soms rechtsvoor, soms linksvoor, soms spits, soms nummer 10. Maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal niks uit. Als ik maar de bal aan mijn voeten krijg, dan zal het best ja. En onze manier van spelen, die is duidelijk. Daar hebben we elke training aandacht voor. Daar doen we besprekingen voor. En dat zijn ook redenen dat we hun gehaald hebben, omdat ze daarin passen. En dan is het ook logisch om te zien dat ze zich vrij snel als die bekende vis in het water zien.